Hij heeft een verhaal wat hij eigenlijk aan jullie wil vertellen. En hij heeft gewoon meegespeeld in het boek. Dus je ziet hem ook op de plaatjes. Ik vind het hem echt helemaal alle aandacht krijgt. Ja. De volgende ochtend gingen ze alle drie al vroeg aan het werk. Judy had bedacht dat ze een bloementuintje ging maken. En Jonathan ging aan de slag met een paar oude stoeptegels. Ja. Zaterdag is het Nationale Tuintjesdag, zei hij. Wie was ook alweer Leendert Pol? Weten jullie dat nog? Wie was nou ook alweer die man? Nou, wat is precies het doel van dit project? Dat er hier op buitenschoolse opvang wordt voorgelezen? Er is toch bewezen dat 10 minuten voorlezen enorm helpt aan de woordenschat van de kinderen. En zeker als ze klein zijn. Je kan niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen. Dus dit is eigenlijk een beetje het startsein. Oké, vond je het zelf hier ook leuk om voor te lezen voor al die kleine kinderen hier? Heel leuk, ja. Ik geloof niet dat ik alle aandacht had, want Beertje Paddington zat naast me. Als in heel erg uitvergroot. Dus dat vonden de kinderen ook heel erg interessant. Maar ik ben toch van mening dat er altijd wel iets blijft hangen van het verhaal. En ja, het was leuk. Ging Paddington in de tuin zitten om eens precies op te schrijven waarom hij het zo fijn vond dat hij een beer was en bij de familie De Bruin woonde. Wat is precies het aandeel van Douwe Egberts in dit project? Ja, Douwe Egberts die sponsort de stichting en wij vinden het ook leuk om lezen en voorlezen bereikbaar te maken voor gezinnen in Nederland. Dus mensen kunnen straks bij aankoop van wat producten zoals Pakkens en Zeeuw koffie of Zwitsal shampoo, zo kunnen ze een biertje Paddington boek krijgen. Heel goed!